Cambuur bij Leeuw Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Voegeboy, de feestdagen zitten er weer op en dan is voor jou met jouw functie meteen weer druk in januari, hè? Nou ja, niet alleen in januari, maar tussen kerst en oud en nieuw dan pak je de draad ook weer snel op. Vooral contacten leggen en weer bellen en mailen. En dat is eigenlijk wat er veel gebeurt. Ook nog een afspraak tussendoor gehad. Omdat het gaat prima met ons, maar je moet ook niet achterover blijven leunen. Ja, in de zomer de hele selectie op de schop. Pakt goed uit, staat bovenaan. Dikke prima dus, hè? Nou ja, waar we voor hebben gekozen is de juiste richting. En ja, de snelheid waarmee het team zich heeft ontwikkeld met elkaar, met de staf erbij. Want de staf is ook helemaal nieuw. Nou, dat is natuurlijk fantastisch geweest. Hè? Maar we gaan weer een nieuwe start maken. Dus, en we zijn er nog lang niet. Want er ligt aan het einde van de streep ligt wel iets moois te wachten. Maar dat moet je nog wel even zien te grijpen. Vandaar dat we ook niet stil hebben gezeten. Komst van Michael Breij. Omdat we hebben gezien dat we in die positie een type als hij er wel bij kunnen gebruiken. Dus ook in de breedte worden we daardoor weer sterker. Is dan de enige positie misschien wat logisch is waar nog een versterking zal gekomen, de rechtsback-positie? Nou, we hebben met elkaar gesproken en hebben we natuurlijk naar gekeken van ja, waar zouden wij nog wat dunnetjes kunnen komen te zitten. We zijn wel tevreden over Doken, maar ja, als er een blessure is of als er een schorsing is, dan zou dat wel eens dunnetjes kunnen zijn. Intern gaan we dat intern oplossen of proberen we toch te kijken extern. Nou, we hebben gezegd, we gaan ook kijken of dat extern lukt. Maar ja, dat moet wel een Nederlandse speler zijn, want er is geen tijd om aan te passen. We staan aan de start en het einde is heel snel in zicht. Dus het moet ook iemand zijn die ook bereid is om zijn rol te weten. Net als met Michael Breij het geval is geweest. En dan Isaac Kalon komt deze week ook in het nieuws met zijn contractverlenging. Hoe zit dat precies? Ja, hoe dat zit, zijn we eigenlijk vanaf begin oktober al mee bezig. En tot twee keer toe hebben wij een uiterste inspanning voor Cambuur begrippen gedaan. Maar dat was niet goed genoeg. Ja, dan heb ik al eens aangegeven, ook naar hun, een elastiek, daar kun je lang genoeg aan trekken, maar ook een elastiek kan een keer knappen. Dat punt is zo langzamerhand wel bereikt. Ja, zit het zo moeilijk? Tussen wat men wil en wat wij kunnen zit een groot verschil, ja. Tot slot, Mees Hoedemakers. Wat gaat daarmee gebeuren? Want je hebt een optie tot koop. Het lijkt me wel voor de hand liggend. Ja, voor de hand liggend. Zijn situatie is gewoon al in beton gegoten. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Dus het is niet zo dat wij daar vandaag of morgen al een beslissing over moeten nemen. Maar we zijn tevreden over hem natuurlijk. Hij doet hartstikke goed. Hij heeft in de voorbereiding even een moeilijke periode gehad. Maar hij heeft het fantastisch opgepakt. En hij wordt iedere keer beter en beter. We willen niet te veel afleiding, gewoon focussen op de wedstrijd. Volendam staat voor de deur. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. En ondertussen proberen we nog het team in de breedte ook te versterken. Wat ik al zeg, een rechtsback. En wat er uiteindelijk met Mees gebeurt, dat is iets minder spannend. Want het is allemaal aan de voorkant en aan de achterkant goed geregeld. Dus wat dat betreft hoeven we daar niet over in te zitten. Geen stress dus voor Cambuur supporters? Nee, als het gaat om mee zeker niet. Maar ik bedoel, de stress gaat straks weer beginnen. Want we gaan tegen Volendam spelen. En dan hebben we Top Os uit, Jong Utrecht thuis, NEC uit. Er komt er weer een reeks aan. Ja, we willen gewoon die toppositie willen we vasthouden. En dat is de stress die weer gaat komen met elkaar. Maar ik denk dat met de steun van onze fans en ook de eerste wedstrijd thuis tegen Volendam. En ik hoop dat iedereen er is, dat we gaan knallen met elkaar. Want dat wordt weer een test. En daar kijken we gewoon echt naar uit.